Deelnemers, start vrij. Komt hij weer, gaat hij weer. Vijfde koers, Explosions Wish, Bas Krebas prijs. Paarden gaan zich opstellen achter de startauto. En de koers kent een tweetal favorieten, nummers 2 Elliot River en 5 Colonel Newport. En veel aanzien geniet ook paard nummer 7 Bergerac. Niet 1, 2, 3 het type sprinter, maar in dit veld liggen er zeker mogelijkheden. Nog 50 meter. En de start is gevallen, de paarden zijn onderweg en Eelke moet even vechten om de kop te krijgen. Want Elliot River en Bas Krebas zijn ook als een pijl uit een boog vertrokken. Maar de favorieten melden zich al vroeg vooraan, waarbij Colonel Newport zijn neus aan het front steekt en een lengte voorsprong neemt. Colonel Newport brengt het veld de linkerbocht in. Tweede plaats erachter Elliot River. In derde stelling volgt dan aan de binnenzijde het nummer 1 van Wonderboy. En achter Wonderboy komt in het tweede spoor mee naar voren Bert erbij achter zijn eigen Cool Surprise. Dat is de ideale gangmaker voor Callisto Kingsdeep met John Westerbrink. Die ligt op de vijfde plaats en wordt op een lengte gevolgd door Blushing Renka. En die wordt gereden door Kees Hetteling Junior. Daarachter vinden we dan de laatste paarden. Zoals daar zijn Dennis Minima met Zaletta Boko in allerlaatste stelling. En die wordt nog juist vooruitgegaan door paard nummer 7 Bergerac. Paarden gaan langs de rechter met aan kop van het veld paard nummer 5 Colonel Newport. Direct gevolgd door zijn grootste concurrent op papier. En die krijgt natuurlijk een geweldige koers op maat Elliot River. Daarachter is dan aan de binnenzijde Wonderboy. Bert erbij heeft de reling weer gevonden met Cool Surprise. En wordt nu gepasseerd door een opkomende Callisto Kingsdeep die op zijn beurt de ideale gangmaker is voor de paarden daarachter in het tweede spoor. Blushing Renka gevolgd door Bergerac en aansluiting is er voor Zaletta Boko. Paarden ronden de bocht, gaan op weg naar de overzijde van de baan, doen dat voor de laatste maal. En voor Eelke Kruis is dat het moment om alle trossen los te gooien. Hij gaat versnellen met Colonel Newport. Colonel Newport, Elliot River, Callisto, Kingsdeep. Daarachter aan de binnenzijde Wonderboy, dappere tienjarige die toch zo af en toe zijn uitschieters heeft. Achter Wonderboy is aan de buitenzijde dan opkomend Blushing Renka, al gaat het niet helemaal van harte. En achter Blushing Renka hebben we dan ook aansluiting voor Bergerac. Maar ook die heeft nog wel het een en ander te doen als we inmiddels gevorderd zijn tot zo ongeveer halverwege de laatste bocht. En Callisto Kingsdeep in het tweede spoor een ijzersterke koers loopt. Maar de koploper nog niet heeft gepasseerd. En dat is nog altijd Colonel Newport. Dit is de laatste rechte lijn. En Colonel Newport aan kop van het veld versnelt. Elliot River kan geen kant op. Bas Krebas moet wat bedenken. En wat hij bedenkt is helemaal om Johnny Westerbrink heen sturen. Maar Johnny Westerbrink op zijn beurt heeft gewoon de koploper op de knieën. Het is aan de kop van het veld Callisto Kingsdeep. Wat een sterke overwinning gaat dit worden voor Maatschap van der Let. Callisto Kingsdeep gaat naar de winst op de tweede plaats. Elliot River derde is Colonel Newport, hele nette vierde Wonderboy voor aan de buitenzijde Bergerac. Inderdaad niet helemaal het type sprinter, maar wel een mooie koersvorm om wat scherpte op te doen. Maar wat een sterke winnaar, zegt Callisto Kingsdeep. Prachtig rit van Johnny Westerbrink.